ziet u toch zelf nu ook gebeuren. Het wordt doorgedrukt als het puntje bij paaltje komt. Ja, dank u voorzitter. Vandaag voeren we denk ik een heel belangrijk debat. Het gaat over een gigantisch probleem waar onze democratie nu mee is opgezadeld. En dat is dat als dat niet langer, en dat zien we keer op keer gebeuren, de wens van de Nederlandse bevolking leidend is, de wens van deze meerderheid van deze Tweede Kamer, als het puntje bij paaltje komt, zien we keer op keer, en we zien het vandaag weer, dat wat Brussel wil, wat de Europese Unie wil, dat is leidend. Dat is wat er gebeurt. En dat, dat hebben we ook al eens de Copernicaanse omwenteling genoemd. Dus onze democratie draait niet langer meer om wat wij hier willen of wat de Nederlandse bevolking wil. We zien keer op keer, als het puntje bepaald komt, dan doet het kabinet en we zien nu weer wat Brussel wil. En deze Kamer heeft dus op 1 december een motie aangenomen en gezegd heel duidelijk, we willen niet dat het kabinet instemt met dit voorstel voor een Europese digitale identiteit. En toch gebeurt het. En het is denk ik heel belangrijk op te merken, dit is dus een patroon. We zien het keer op keer terugkeren. In 2005, rond het referendum over de Europese grondwet, toen zei de Nederlandse bevolking, wij willen dat niet. Wij willen die Europese grondwet niet en die is er toch gekomen in 2009 in de vorm van het verdrag van Lissabon. En nog pregnanter, denk ik, is het referendum wat we hadden op 6 april 2016. Toen ging het over dat EU-associatieverdrag met de Oekraïne. En er werd uitgebreide campagne over gevoerd. Zelfs kwam nog ter sprake van als we dit doen, was onderdeel van de campagne, dan kan het leiden tot oorlog met Rusland. Dus de Nederlandse bevolking heeft in al zijn wijsheid gezegd van nee, dat moeten we niet doen. Die heeft toen bijna met 2/3 tegengestemd en toch is het teruggekomen, dat geitenpaadje. Dus we zien dat keer op keer het radicale politieke midden, zo noem ik het maar even, als het erop aankomt, kiest niet voor wat de Nederlandse burger wil of zelfs wat de Tweede Kamer wil, nee, wat Brussel wil, wat de Europese Unie wil. En dat is dus ontzettend bedreigend voor onze democratie. De heer Omtzigt zei het net met zoveel woorden ook al. En ja, ik heb een paar vragen hiervoor over aan de minister, als dat kan. Kijk, de minister. Aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Aan de staatssecretaris, excuus. Kijk, de minister zei net in haar eerste termijn van, ik spreek hier namens Nederland. Ik spreek namens Nederland. Hoezo spreekt de staatssecretaris namens Nederland? De staatssecretaris spreekt in ieder geval niet namens de Nederlandse bevolking, want die wil die hele Europese Unie niet. Dat hebben we in 2005 gezien. Dus u spreekt niet namens de Nederlandse bevolking. Die Nederlandse bevolking heeft gezegd, die Europese Unie is eigenlijk illegitiem, want die heeft daar tegengestemd in 2005. U spreekt ook niet namens de Tweede Kamer. Want wij hebben gezegd, als vertegenwoordigers van de soeverein, als vertegenwoordigers van de Nederlandse bevolking, wij willen dit niet. Wij willen niet dat u instemt met die conclusie. En toch doet u dit. Dus u spreekt niet namens Nederland. U spreekt misschien namens uzelf of namens kabinet, maar in ieder geval niet namens Nederland. En dan is mijn vraag aan u, van waar haalt u dus de democratische legitimiteit vandaan om in te stemmen met die conclusies, terwijl wij, de Tweede Kamer, dat niet willen? Waar haalt u die legitimiteit vandaan? Ja. En dan mijn tweede vraag is, zullen we eerst even een interruptie doen van de heer Drost? Kunt u ook even op adem komen? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil niet te veel jij bakken, want ik ben maar net nieuw. Maar hoe zo'n proces gaat, is dat als er grote besluitvorming voor komt te liggen uit Europa, dan komt er een zogenoemd BNC-fiche naar de Kamer. En dat gaat over de nieuwe commissievoorstellen. En dat is het moment waarop de Kamer behandelvoorbaat kan maken en zeggen, wacht eens even, hier gebeuren dingen waar wij het echt niet mee eens gaan zijn, ook al gaat Europa erover. En dan is mijn vraag aan meneer Van Houweling en mijn collega, waar was u dan op dat moment? Want dat was in 2021. Er staat een lijstje met namen. Ik heb een lijstje, voorzitter, gekregen van mijn fijne medewerker. De VVD was erbij, D66, PVV, CDA, SP. En de rest van de partijen heeft het laten lopen op dat moment wellicht. Waar was u dan? Want toen had u het moment om hierover een groot probleem te maken. Ja, ik hoop dat in ieder geval niet in het eerste kwartaal van het jaar was, want toen was ik nog geen Kamerlid. Maar begrijp je vraag? Ik begrijp natuurlijk ook het proces, hoe het werkt. Begrijp je? Ik kan behandel voorbouwen maken, ik doe dit en dat. Het punt wat wij hier maken is, wat die Omtzigt net ook zegt, als het puntje bij paaltje komt, kun je behandel voorbouwen maken, je kunt doen wat je wil. Uiteindelijk drukt in dit geval dus de regering zijn wens door. Ook als de Tweede Kamer zegt, we willen het niet. Zelfs als de Nederlandse bevolking dat zegt, in meerderheid, het gebeurt toch. Dus inderdaad, dan kun je in allerlei debatten gaan zitten. Ja, nee, moeten we dat wel doen, behandel voorbehouden. Maar het ziet u toch zelf nu ook gebeuren. Het wordt doorgedrukt als het puntje bepaald komt. Dus wat hier Omtzigt eigenlijk ook zegt, het heeft geen zin eigenlijk om ook deze debatten te voeren. We zijn een praatclub geworden, want uiteindelijk staat er toch vast wat er gebeurt. En dat is de kern van het probleem waar we mee te maken hebben. En dat zou u ook, denk ik, heel veel zorgen moeten baren.
Voorzitter, het baart mij ook zorgen als er in Europa dingen gebeuren die wij niet fijn vinden. En dat er een Europese trein, inderdaad, zo heb ik het volgens mij genoemd, over ons heen dendert. Maar ik vind wel dat we zuiver moeten formuleren. Het puntje kwam bij het paaltje in september 2021. En toen hadden we voor het eerst onze vinger moeten opsteken. Toen hadden we moeten zeggen van wacht eens even, dit willen wij helemaal niet. Wij zijn dat gaan doen in het jaar daarna. Ook mijn fractie, Kamerbreed, hebben we zojuist over gedebatteerd. En nu het praat over een motie van afkeuring voor de staatssecretaris die tegen ons zegt, ja met alle respect, maar ik ben te laat. Maar dan moeten we misschien onszelf ook wel aantrekken een beetje dan. Dat vraag ik dan ook aan u, of u dat ook vindt via de voorzitter. Ja, dank u wel. Misschien mag ik een wedervraag stellen in geval. Nee. Oké, dat zal ik niet doen. Maar ik geef een antwoord dan. Mijn verbazing, ik zal het dan niet in de vorm van een vraag hier te voorzitten. Mijn verbazing is dat u denkt dat als we als we behandelvoorbehouden hadden gemaakt, als we uitgebreid over hadden gedebatteerd, dan was het wellicht anders gelopen. Hadden we invloed kunnen uitoefenen, was dat er niet gekomen. Terwijl, ik heb het al een paar keer gezegd, terwijl we zien dat zelfs de meerderheid van de Kamer zegt, doe het niet, gebeurt het. En zelfs, dat is voor mij helemaal toppunt, als de Nederlandse bevolking in meerderheid zegt, we willen dit niet. De soeverein van het land zegt, we willen het niet, niet doen, dan gebeurt het ook. Dus dat zijn de krachtigste middelen toch die we hebben. Als die niet werken, ja, welk procedureel middel, zegt u het mij, maar werkt dan wel. Dus dit is de situatie waar we in zitten. Of het nou leuk vindt of niet, en het is heel ernstig. Voorzitter, ik ga door met... Mevrouw Dekker lijkt ook te willen interrumperen. Het woord is aan haar. Ik was de hele tijd aan het opletten, voorzitter. Voorzitter, nou, een vraag dan. Want ik hoor meneer Van Houwelingen zeggen, het doet er niet toe wat wij hier doen. Het kabinet dendert maar door en EU, et cetera, et cetera. Maar voorzitter, hoe kijkt dan meneer Van Houwelingen tegenaan dat wij wel degelijk dingen van elkaar hebben gekregen? Omdat wij moties hebben ingediend afgelopen jaar, heeft de staatssecretaris van elkaar gekregen dat de tekst ook aangepast wordt. Dat wij nu open source gaan. Dat er vrijwilligheidsbasis, dat er geen Europese BSN is. En dus ook geen Europese digitale identiteit komt. Alles wat wij wilden, heeft de staatssecretaris van elkaar gekregen. En de dingen die wij nog willen, gaat ze zich nog hard van maken. Hoe kijkt dan meneer Van Houwelingen daar tegenaan? Ja, dank voor de vraag. Goede vraag. Ik ontken ook niet dat je her en der wat kan bijstellen. Dat is duidelijk. U geeft daar de voorbeelden van. Alleen als het om de grote lijnen gaat, zien we keer op keer, als het dus gaat over bijvoorbeeld over het wel of niet invoeren van zo'n Europese digitale identiteit, dan hebben we helemaal geen speelruimte hier. Die grote lijnen liggen vast. Dat zien we keer op keer. Ik heb de voorbeelden net uitgebreid gegeven. Dus we kunnen natuurlijk nog her en der een paar kleine dingetjes bijstellen, maar de grote lijnen staan vast. En dat is dus heel verontrustend. Hè? Dus die trein die rijdt en inderdaad, je kunt zeggen van nou, misschien moet je iets minder hard rijden, zachter, aan coupé verwisselen. Dat kunnen we doen inderdaad. Maar die trein en de richting waarin die rijdt, dat staat vast. Dat kunnen we hier, daar kunnen we echt hier, kunnen we op ons kop gaan staan. Dat kunnen we alleen veranderen via Nexit. Ja, voorzitter. Ja, dit zijn de grote lijnen van dit voorstel waar ik het net over had. Dit zijn gewoon waar het voorstel ook gewoon over gaat. Het gaat er hier om dat wij een DigiD hebben en dat onze DigiD ook geaccepteerd wordt in Europa. Meer is het ook niet. Dit is het ook gewoon. Dus welke grote lijnen heeft Van Houwelingen over? Nou, de allergrootste lijn, laat ik die dan maar gelijk even benoemen. Ik heb het net al gezegd volgens mij. Is natuurlijk dat we überhaupt zo'n Europees digitale identiteit niet willen. Maar sterker nog, de Nederlandse bevolking heeft door op, ik blijf het herhalen, 1 juni 2005 tegen die Europese grondwet te stemmen, eigenlijk gezegd, want vervolgens staat het verdrag van Lissabon uitgekomen. Dat is het belangrijkste verdrag van de Europese Unie. Daar is alles op gegrondvest. Dat willen we niet. En dan gaat het toch door. Dus daar is een soort kink in de kabel gekomen. En daarmee is het ons betreft sowieso die hele Europese Unie illegitiem. En dus zeker ook, we zitten echt niet te wachten op Europese digitale identiteit. Ik voel me totaal geen Europese burger. Ik wil daaruit. Helder. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik ga door, dus ik ben nu bij mijn tweede vraag. En mijn tweede vraag is, dat het toch opmerkelijk is dat de minister voert de motie niet uit. En normaal zou je denken van de baas wil wat. Hè? De Tweede Kamer zou toch de baas moeten zijn. Nou, dan kun je zeggen, je hebt misschien gewetensbezwaar, het staatssecretaris. Van nou, ik voer niet uit. Maar dan hoort er niet eigenlijk automatisch de conclusie aan verbonden te worden dat als een motie van de Tweede Kamer niet wordt uitgevoerd door een lid van het kabinet, dat lid ook opstapt. In het bedrijfsleven, in het leger is dat heel gebruikelijk. Je hebt een soort principieel bezwaar blijkbaar om de meerderheid van de Tweede Kamer te volgen. Nou, dan hoor je toch eigenlijk ook op te stappen. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, waarom trekt ze die conclusie niet? En dan heb ik nog een laatste en derde vraag. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus moties kunnen genegeerd worden, dat zegt de staatssecretaris. Hoe zit het dan eigenlijk met een motie van wantrouwen? Zou dat dan, dat is ook een motie, zou dat dan ook door het kabinet met dezelfde logica ook genegeerd kunnen worden? Dan staan we hier helemaal natuurlijk voor niks met elkaar te praten elke dag.
Ja, ik rond af, voorzitter. Het is dus droevig gesteld. Het is droevig gesteld. De meerderheid van de Kamer wil wat. Het wordt weer genegeerd. De Nederlandse bevolking wordt genegeerd met referenda-uitslagen. Uiteindelijk dendert die trein door. En er is echt maar één manier waarop we dus op een ander spoor terecht kunnen komen. En dat is als de Nederlandse kiezer, de soeverein van dit land, het heft in handen neemt. En dat kartel, dat radicale midden wat tegenover mij zit, dat is CDA, dat is PvdA, dat is VVD, dat is GroenLinks, dat is de ChristenUnie, wegstemt. En dat kan, beste kiezer, 15 maart. Dank u wel.